Hallo. Nou, we gaan vandaag kijken in wat meer detail naar het atoom. Jullie weten hoe een atoom eruit ziet, dat heb je in de vorige filmpjes natuurlijk goed bekeken. En we gaan nu kijken hoe de elektronen eigenlijk om de kern heen zijn. Nou, de elektronen om een atoom heen, die zitten in allemaal banen om de kern heen. En die banen, daar hebben we een ander woord voor, daar gebruiken we meestal het woord schillend voor. Dus om de kern heb je een aantal schillen waarin de elektronen zitten. En om dat een beetje wat meer te verduidelijken, laat ik jullie weer even het periodiek systeem zien. Nou, je ziet hier het periodiek systeem. En je weet, het periodiek systeem is opgebouwd naar opklimmend aantal protonen. Nou, dat weten we natuurlijk. Hè. Je ziet hier, waterstof heeft 1 proton in de kern. Helium heeft 2 protonen in de kern. Lithium heeft 3, beryllium 4, boor 5, etc. Nou, als een atoom neutraal is, dan zitten er evenveel protonen als elektronen in zo'n atoom. En dan kun je hier dus ook zien hoeveel elektronen zo'n atoom heeft. Hoe zijn nou die elektronen om de kern gepositioneerd? Hoe zitten ze er nou eigenlijk precies omheen? Nou, in zo'n schil kunnen elektronen zitten. In die eerste schil kunnen maximaal 2 elektronen zitten. Laten we eens even kijken. Hier, waterstof heeft 1 elektron en dat 1 elektron zit in de eerste schil. Helium heeft 2 elektronen en die zitten allebei in de eerste schil. Dan is de eerste schil vol. Er kunnen niet meer elektronen dan 2 in de eerste schil. Het volgende atoom, lithium, heeft 3 elektronen. Nou, 2 dan in de binnenste schil en dan in de buitenste schil 1. Beryllium 2 in de binnenste schil, 2 in de buitenste schil. Boor heeft 5 elektronen, 2 in de binnenste schil, 3 in de buitenste schil. En je ziet, dat loopt zo op tot we hier bij neon komen. Neon heeft, ik ga hem eventjes een beetje verplaatsen. Neon heeft 2 elektronen in de binnenste schil en heeft 8 elektronen in de buitenschil. En dan is die buitenschil ook helemaal vol. Het volgende atoom is natrium en die heeft 11 elektronen. 2 in de binnenste, dan de volgende 8 en dan heeft ze nog eentje en die zit dan in die buitenschil. Magnesium heeft dan 2, 8, 2 in de buitenschil. Aluminium heeft 3 in de buitenschil. Silicium heeft 4 in de buitenschil. En we gaan zo door en we komen bij argon. En argon heeft, zoals je ziet, 8 elektronen in de buitenste schil. Wat ons nou meteen opvalt, is dat in die laatste groep, de groep van de edelgassen allemaal een volle buitenste schil hebben. Helium heeft 2 in de eerste schil en die is dan meteen vol. Neon heeft 8 in de buitenste schil, argon heeft 8 in de buitenste schil, krypton heeft 8 in de buitenste schil. En xenon heeft ook 8 in de buitenste schil. Dus edelgassen hebben van nature een volle buitenschil. En een atoom blijkt zich helemaal prettig te voelen als hij een volle buitenschil heeft. Elk atoom streeft er eigenlijk naar om een volle buitenschil te krijgen, want daar voelt hij zich het best bij. En in moeilijke termen zouden we kunnen zeggen dat hij dan de laagst mogelijke energie heeft. En daar voelt zo'n atoom zich het best bij. Helium en neon en argon en krypton en xenon, die zullen ook nooit reageren met andere stoffen. Want waarom zouden ze? Ze hebben al een volle buitenschil. Dus ze hoeven niks. Dus daarom reageren die stoffen met niets. Daarom heet het ook edelgassen. Alle andere atomen, die hebben geen volle buitenschil. En die willen eigenlijk wel een volle buitenschil. Dus alle reacties in de scheikunde, dat atomen en moleculen met elkaar reageren, zijn er allemaal op gebaseerd dat elke atoom een volle buitenschil hebben. Ze willen dus allemaal op een edelgas lijken. Dus we zeggen ook wel eens, elk atoom streeft naar een edelgasconfiguratie. Ze willen allemaal heel erg graag op een edelgas lijken. Dus dat moeten we goed onthouden, dat elk atoom streeft naar een volle buitenste schil.
Wat ons nu verder opvalt in het periodiek systeem, is bijvoorbeeld als we kijken naar de 17e groep. Dan zien we dat alle elementen in de 17e groep, dat zijn de groep van de halogenen, elk atoom hetzelfde aantal elektronen in het buitenschil heeft. Fluor heeft 7 in het buitenschil, chloor heeft de 7 in het buitenschil, brom en jod, allemaal 7 in het buitenschil. En dat blijkt ook zo te zijn. Elementen die in dezelfde groep staan, hebben hetzelfde aantal elektronen in het buitenschil. Zuurstof, zwavel, seleen, telluur hebben 6 in het buitenschil. Beryllium, magnesium, calcium, strontium hebben allemaal 2 elektronen in het buitenschil. En omdat ze hetzelfde aantal elektronen in het buitenschil hebben, lijken ze ook heel erg op elkaar wat betreft reacties. Want ze willen allemaal natuurlijk een volle buitenschil hebben en ze zullen op dezelfde manier reageren. Elementen in dezelfde groep hebben ongeveer dezelfde eigenschappen. Goed, dus wat we gezien hebben, dat elektronen die zitten dus allemaal in schillen om de kern. Eerste schil maximaal 2, tweede schil maximaal 8, derde schil maximaal 18. Maar altijd ervoor zorgen dat in de buitenste schil maximaal 8 elektronen zitten. In de buitenste schil kunnen nooit meer dan 8 elektronen zitten. Oké, dit was het wat betreft de atoomschillen. Ik zie jullie weer de volgende keer.